geweldig veel bijdragers van veel hondenliefhebbers hebben we hele grote stappen kunnen nemen al in het shuntonderzoek. We weten ondertussen, het is een genetische aandoening. Het wordt veroorzaakt door twee genen waarschijnlijk. En die twee genen die kennen we ook al. Maar het ingewikkelde is dat het een samenspel van deze twee genen is. En dat maakt het voor ons moeilijker om die genen te verklaren en het proces te verklaren. Maar daar hebben we grote stappen in gemaakt. Ik wil graag het volgende even een beetje proberen uit te leggen. Hier hebben we een gezonde situatie. En er zijn aan- en uitknoppen. En die aan- en uitknoppen, daar kan bijvoorbeeld één mutatie in zitten. En dan is er nog niks aan de hand. Of er kan een andere mutatie in zitten. En dan nog steeds gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Maar het probleem is bij dit ziektebeeld dat het waarschijnlijk een samenwerking is van twee mutaties. En hoe die precies samenwerken weten we niet. Maar nou ja, het lampje gaat branden, dus het is een probleem. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Daarvoor gebruiken we cellen uit bloedvaten van honden. Om te kijken hoe die genen precies aan en uit gaan. Wat we nu gebruiken, dat zijn bloedvatcellen die aan de binnenkant van het bloedvat zitten. En we weten nu ongeveer waar die aan- en uitknoppen zitten. We hebben binnen die aan- en uitknoppen een aantal mutaties gezien. En wat we nu eigenlijk proberen is te bewijzen dat die, als we die aan- en uitknoppen stimuleren, dus de knoppen juist aanzetten, of we dan in die bloedvatcellen meer bloedvaten zien vormen, of dat ze, als we ze uitzetten, eigenlijk geen goede functie meer laten zien. Dat is wat we op dit moment op het lab proberen. Wat de volgende stap is, en wat we willen, maar ook eigenlijk echt moeten doen, is begrijpen hoe die aan- en uitknoppen werken. En wat we nu dus willen in een bloedvat, is eigenlijk kijken als we een knop aanzetten of uitzetten, wat er dan gebeurt met in dit geval bloedvatontwikkeling. We gebruiken daarvoor cellen uit een bloedvat van een hond. En op die manier kunnen we begrijpen hoe die knoppen precies met elkaar samenwerken en uiteindelijk tot een bepaald gedrag komen. En dat is iets wat wij de komende tijd willen gaan doen. En ik wil u heel graag bedanken voor uw bijdrage.